that. Yep. I tell him to show it. Oh, show it. Oh, we're good. Hij is 5 maanden, maar ik heb hem gisteren opgehaald in Amerika, eergisteren. Ik heb hem opgehaald in Florida, in Amerika, 2 dagen geleden. Ja, leuk. En hij heet Sparky. Sparky, ja. En je gaat met een bepaalde... Ik vond met Chihuahua, zei ik wilde deze kleur. Oh, wat je doet, je past het. Oh, je wel. Dat is wat anders dan het Chihuahua. Hè? Ja, ja. Helemaal goed, dankjewel. Oh, lekker, kijk. Dankjewel. Kan ik even deze ook even krijgen zo? Ja? Nee, maar Bridget doet een stem mee. En Katja, ja, Bridget doet ook. Nou, volgens mij wordt het vooral heel erg lachen. Ja, want als je nou een hond wil, dan denk je niet meteen van, nou ja, ik neem zo'n kleintje. Vaker Den Haag decor te laten zijn voor verschillende films. En ja, dit is een van de eerste premières. We hebben natuurlijk Zwartboek gehad hè, van Paul Verhoeven. En we hebben Control gehad van Anton Corbijn. En nu de Beverly Hills Chihuahua. Wat voor een is dit dan? Wat voor een is dit dan? Een Chihuahua van de Havana. Ja? Is het nog een bepaald type? Of, Ja, het is een hele kleintje, ja. Het is een klein Walliser. Ik zat een foto van haar opgestuurd. Oh ja. Leuk. Ja. Ja, ik wil wel Ik dacht, ja, een heel mooi kleine hondjes mogen ook mee. Dat is een bioscoop, dat is de baas.
Ik heb geen idee. Ja, dat kan misschien wel zo. Ik ben heel benieuwd wat het voor zich is. En hoe klaar is het succes van Chihuahua? Ja, per se. Dat is een succes. Kijk, dat is een succes. Ja, dat wordt niet zo'n succes als een Chihuahua. Rachel, dat is nogal een party in de kans. En die gaat haar disco met vriendinnen. En dan komen helemaal alleen achter de hotelkamer. Ja, bij gebrek aan drinken.